goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is 7:30 geweest. Ik heb mijn wekker bewust een beetje op tijd gezet, want ik heb straks 2 aqualessen. En dat zijn denk ik ook de enige 2 die ik ga doen deze week, want vandaag begin ik weer met de nachtdienst. En ja, ik ken mezelf, ik ga dan niet, eigenlijk nooit tussendoor nog een aqualess doen. Dus ik dacht, nou doe ik er vanmorgen 2. Ik moet over een klein half uurtje weg. Meestal ga ik op de fiets als het droog is. En het is nu droog. Maar ik wil nu eindelijk een keer naar het tuincentrum om een nieuw potgrond te halen. Dat wil ik al een tijdje doen. Het kwam er iedere keer niet van. Dus ik dacht, nou dan ga ik nu met de auto richting het zwembad. En dan ga ik daarna door om potgrond om te halen. Want ik denk niet dat ik dat heel makkelijk mee krijg op de fiets. Dus dan doe ik dat maar even met de auto. Afgelopen weekend ben ik naar de kapper geweest. Is er een stukje af, maar goed, dat was ook wel echt weer nodig. Dus dan kan ik er hopelijk weer even tegenaan. Ik ga wat dapper, eigenlijk te weinig naar de kapper. Dus misschien moet ik het ook maar beter gaan bijhouden. Ik heb ook mijn nieuwe jurkje aan, die ik op Vinted heb besteld. Die heb je in de vorige video kunnen zien. In de Vinted video. Ja, ik ben er wel blij mee, want ik had eerst een ander jurkje, maar die was kapot. En toen zag ik deze op Vinted staan. Het is een soortgelijk jurkje, wel iets anders. Maar ik ben er wel blij mee. Wil ik nou nog wat zeggen? Ik ga eerst even mijn smoothie opdrinken. Pak ik even snel mijn tas in. Ik had het meestal al klaargelegd. En dan ga ik om 8:00 weg. Dan ben ik op tijd. En dan op 8:30 ik dan de eerste les. Ik ga nog even gauw kijken hoe het er buiten voor staat. Gisteren heeft het bij ons niet heel lang, maar wel eventjes hard geregend. Dus we hadden expres de plantjes even onder de overkapping gezet. Want de vorige keer was de ervaring dat, toen had ik ook nog hele kleine plantjes, die zijn omgevallen. Nee, die zaten in die bak. Die bak was omgevallen, al die kleine plantjes waren eruit gegaan. Dat vond ik zo zonde, ik dacht, nou ja, dan moet ik even zien te voorkomen. Even kijken. Oh ja, deze wil ik nog even laten zien. Ik was dus afgelopen weekend ook met een vriendin. Oh, ik heb hier niet echt veel licht. Zijn we naar het museum geweest. En de terugweg kwamen we langs een boerderijwinkel. Dat vind ik altijd wel leuk om even te kijken. Dus vonden we allebei leuk. En ik zag daar bij de kassa plantjes staan. En ik had er weer 2 meegenomen. Het wordt ondertussen echt een grote plantenstash. Ja, ik hou ervan. Maar ik had dus nu deze meegenomen. Dit is een paprika plantje. En ik heb hier 2 van. Eén staat onder op de grond. En nou ja, deze had ik even dan op onze loungebank neergezet. Even achter de leuning. In de hoop dat het niet om zou vallen en zo. En dat is ook niet gebeurd. Goed, dit zijn de paprika plant. En ze zitten nu in een klein, eigenlijk wat een klein bekertje. Dus die moet ik eigenlijk vandaag nog even in een grote potje zetten. Zodat ze weer wat meer ruimte hebben om te groeien. We hebben een andere tuinset nu, een lounge set. Die heeft niemand over kunnen nemen. Kijk, hier staan de planten nu allemaal even. En het ligt echt fantastisch. We hebben er ook kussens bij en gisteren ben ik bijna op de bank in slaap gevallen. Johan heeft er al op gelegen, die is ook bijna in slaap gevallen op die bank. En even kijken, daar staat de tafel die we altijd hadden staan. Daar heb ik nu dus heel vaak, nou ja, nu heel vaak, sinds gisteren. Nee, eergisteren hebben we dat veranderd. Daar planten op staan. Daar is het, oh ja, het bankje staat er ook bij. Maar goed, ja, dit ligt zo lekker en het zit zo lekker. Dus die hebben we nu hier staan. Ik heb hier nog een paar planten weer staan. Dat ik hier bewust ingezet, zodat die omgevallen gisteren. Dit zijn dan de sherry tomaatjes. Nou ja, goed, en daar staat dus de rest. Ik ga nog even gauw kijken of wij nog eten hebben voor vanavond. Ik ben niet van plan om vandaag ook boodschappen te gaan doen. Groenten hebben. Ja, dat komt wel denk ik goed voor vandaag. We hebben nog bloemkool, kleine bloemkool, paprika's. Ja, dit moet wat spitskool nog. Maar daar kan ik vast wel wat mee maken. Vanavond kan ik ook weer een goede koopkamp halen. Maar goed, voor vandaag hebben we dus in principe wel eten. Dus we hebben nog wel wat aardappels. Dus ja, komt dat goed. Intussen ben ik aangekomen bij het tuincentrum. Dus ik ga in ieder geval even potgrond halen. En ik vind het sowieso wel lekker leuk om even te kijken bij het tuincentrum.
Mijn haar is toch wel een beetje nat, maar ik heb ook maar gelijk gedoucht in het zwembad. Scheelt thuis weer. Even kijken, ja. Maar goed, ik heb nu al zin om, als straks alle kerstartikelen weer in de winkel liggen in het thuiscentrum en zo, geweldig. Goed, zover is het natuurlijk nog niet. Zo, ik ga gelijk even de planten verpotten. Ik heb trouwens ook even tussendoor nieuwe schoenen gekocht afgelopen weekend. Was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar ik liep er tegenaan en ik vond ze gelijk geweldig. Dus ik had ze even gepast en ze pasten. Het zijn deze villa's of villa's. Even kijken. Ja, deze dus. En ze lopen lekker en ze waren ook nog eens in aanbieding. Bij Van Haar heb ik ze gekocht. Nu 30 euro. En ik zag op internet dat ze ze ook nog hadden in het zwart en het grijs. Ik heb vanmorgen ook nog het grijze paar besteld. En ik denk dat ik die dan ook grotendeels ga gebruiken voor werk. Want ik heb nu dus een paar schoenen. Maar die zijn aan de binnenkant echt helemaal kapot. Dus eigenlijk zijn deze ook wel toe aan vervanging. Dus degene die dan die grijze paar ga ik dan denk ik ja ook... Oh ja, die ga ik dan ook gebruiken voor werk. En dan gooi ik deze weg. En ja, een paar vlogs... Nou nee, niet een paar. Echt een lange tijd geleden had ik ook al verteld over deze schoenen. Ik weet niet of iemand dat nog weet. Dat ik deze eigenlijk weg moest gooien. Maar deze lopen zo lekker, maar de gaten zitten erin. Dus ik heb ze nog steeds niet weggegooid. En ik doe ze eigenlijk gewoon aan hier in het dorp. Als ik even gauw naar de winkel moet of zo. Dus dan doe ik deze nog gauw aan. Of dat ik even een wandeling ga maken, doe ik deze ook nog wel eens aan. Maar ze lopen zo lekker en ik kan ze gewoon nog niet weggooien. Terwijl ze zijn echt katsie kapot. Eigenlijk zou ik die ook weg moeten doen. Maar goed. Wat dan doen? Oh ja. De planten verpotten. Het lijkt me echt geweldig om ooit in de toekomst een moestuin te hebben. Alleen, ik zou nu wel eerst meer ervaring op willen doen en kennis over planten. En bloemen. Want ik zag in de zag ik zulke leuke planten. Maar goed, wat ik nu dus heel praktisch juist vind, is dat ik de potjes nu gewoon maar heel makkelijk kan verplaatsen. En als ik ze echt vast in de grond heb zitten, dan gaat het niet zo makkelijk. Dus als ik gewoon wat meer kennis heb en weet wat ik allemaal moet doen, lijkt me dat echt nog fantastisch. Ik meende dat ik hier nog potjes had staan. Ja. Deze zijn iets groter dan waar ze nu in staan. En er zitten ook gaten onderin. Dus dan kan het water ook makkelijk weglopen als het te veel is, zeg maar. Dus dan doe ik ze eerst hier even in. En eventueel heb ik nog grotere potten. Nee, dat niet. Ja, ik heb wel dit, maar dan kan ik ze een beetje eerst hier in, denk ik. Ik ga wel even andere potten even opmaken. Ik had ook nog even een zak... extra universele potgrond gehaald. Ik denk dat ze ook nooit weg. Dat is ook weer op voorraad.
Dat zijn dus deze twee. En die paprika plantjes die ga ik dus even in een grotere pot. Grotere, ja, iets grotere pot doen. Broccoli. Dit was dus, dat was laatst, was het echt onstuimig weer. Dus toen was echt alles omgevallen. Dus deze plantje werd er ook uit. En die heb ik gewoon weer opnieuw ingezet in de hoop dat het weer verder ging groeien. En ja, ben benieuwd of hoe dit verder gaat verlopen. Het is inmiddels 11:15. Ik ga zo even eten en daarna nog een doekje over de wc inhalen en de douche. En vanmorgen, voordat ik naar het zwembad ging, ik had nog een beetje tijd over, ben ik nog naar de Albert Heijn geweest, heb ik wat fruit gehaald. Namelijk een bak met kiwis, die zit in zo'n verspeel me niet groente- en fruitzak. Nou, ik vind dat wel lekker, dus deze heb ik meegenomen en deze. Eén met een galiamelon en met twee bananen. Galiamelon vinden wij ook allebei super lekker. En bananen gebruik ik tegenwoordig ook bijna elke dag, dus dit komt goed uit. Dan ga ik daarna even schoonmaken en dan probeer ik te slapen. Inmiddels is het 16:30. Ik heb heel eventjes geslapen. En ik ga nu even beginnen met eten koken. Ik denk dat Johan over een kwartiertje ongeveer terug is. Dus ik kan eten en kan ik dan de koppen halen. Even kijken. Ik denk dat ik zomaar wat in elkaar ga verlansen. Want we hadden nog best wel wat groenten, zag ik. Wat al wel een tijdje in de koelkast ligt. Even kijken. Ik heb hier sowieso een paprika die op moet. Want er zitten al... plekken op. Dus ik denk dat ik het ga roerbakken met nog een paprika. Ik heb hier een klein bloemkooltje. Die ga ik eerst even koken. Of kan ik dat gelijk wel meewokken? Volgens mij kan dat ook wel.
En nog spitkool. Daar doe ik even wat knoflook erbij. En dat was het denk ik wel een beetje qua groente. Dus ik hoop dat dit genoeg is. Oh, wacht eens. Wacht. Misschien kan ik het wokken en dan een beetje roomkaas erbij doen. Dat ga ik gewoon proberen. Kijken wat het is. Ja, soms dan probeer ik ook gewoon even eerst dingen op te maken die we nog in huis hebben. Roomkaas met paprika en chili. Ik ga dit er gewoon doorheen doen. Misschien, ik hoop dat we aardappelbolletjes hebben of aardappelkroketjes. Vind ik en lekker en gewoon lekker makkelijk in de airfryer. Ja, dus dan ga ik even naar kijken. Ik heb even een tas mee. Het is warm. Oh. Maar goed, niet klagen. Het is mooi weer. Maar soms denk ik, oh, wat een hitte. Ik denk dat ik even op de fiets ga. Want dan haal ik ook even gelijk twee pakketjes op. Ik kan beter eerst even... Wat ga ik dat morgen doen? Nee, ik denk dat... Nee, dat ga ik nu ook doen. Ik haal de pakketjes op en dan ga ik daarna door naar de supermarkt. Voor een Too Good To Go pakket. Ik heb het pakket opgehaald. Er zit in... Ardennen boterhammers. En de paprika mix. Nou, dat komt altijd wel op een pas. Dan hebben we nog krentenbol. Die vind ik wel heel lekker. Kijk, wel vier reuze rozijnen krentenbollen. En als laatste... Erg lekker. Ook een waarde van 8 euro. Een citroen cheesecake half. Ik had gezien, ik zag dat het taart was, maar ik wist niet wat voor taart precies. Citroen cheesecake half. Heel lekker. Ja, dit heeft dus al een waarde van 7,99 euro. Love it. En dit is alles wat het pakket zat. Het is eigenlijk best wel bruikbaar. Cheesecake. Ik ga het vanavond sowieso in. Nee, misschien zo al wel. Ik heb nog geen toetje gehad, dus kan ik een mooi toetje doen. Yo. Is dit voor jou? Ik zag trouwens ook dat onze plant een nieuwe blad krijgt. Ik dacht eerst dat die afgebroken was, maar toen zag ik later dat het een... Hij komt, kijk. Nice. Nou, ik heb het stukje gehad van de cheesecake die in het Too Good To Go pakket zat van de Plus. Super lekker. Dus voor mij zitten er nog... 4 stukjes in, dus dan komen we aankomende dagen lekker van eten. Ik ga nu nog even, ik zit achter de laptop, even kijken naar een thumbnail voor de video die morgen online komt. Ik had het meestal wel gedaan voor de video, maar nog geen thumbnail uitgekozen, dus dat ga ik nu even doen. Inmiddels is het alweer 10:15. Ik heb nog heel veel geslapen vanavond en ik ga nog even, voordat ik zo wegga... Plantjes water geven. Even kijken. Er zit nog een beetje in. En we hebben nu een regenton staan. Die is weer een beetje gevuld. Dus daar kan ik dan het water uithalen. En ik ga hierbij nu ook de video afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zou je een duimpje mogen doen. En dan hoop ik je weer te zien bij een volgende video. Doei doei!